Passagiers van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij zijn radeloos door de tijdelijke opschorting van vluchten van en naar Amsterdam en Miami. De SLM onderkent dat passagiers al geruime tijd ongemak ervaren vanwege verstoringen in het vliegschema. Het bedrijf geeft in een bericht aan dat deze ontwikkeling alles te maken heeft met de nasleep van de effecten van de COVID-19-pandemie, operationele uitdagingen als gevolg van het niet beschikken over een eigen vloot en de verdubbeling van de brandstofprijs in de afgelopen 3 maanden. Een passagier die sinds maart haar vakantie naar Suriname heeft geboekt, spreekt anoniem haar teleurstelling uit. Tot nu toe zit het me echt dwars, omdat ik me een beetje opgelicht vind. Omdat ik vind van, je hebt al van die financiële problemen. Geef dan op tijd door, zodat er altijd nog maatregelen getroffen kunnen worden. Want kijk, we ontvangen nu een mail waarbij er wordt gesproken over een paar voorzorgsmaatregelen die ze kunnen treffen. Maar er wordt dus bijvoorbeeld niet gesproken over het feit dat je je geld terug zou kunnen krijgen of dat soort dingen. Je kan een foutje krijgen waarbij je dus die binnen 2 jaar of zo kan gebruiken. Maar wat heb ik daaraan? Hè? Wie garandeert mij dat ik binnen 2 jaar nog een foutje kan gebruiken gezien het feit dat dingen er nu aan zo toe gaan? Een andere passagier zegt dat hij graag Surinaamse producten wil ondersteunen, maar dat er geen zekerheid wordt geboden. Plannen om op vakantie naar Suriname te komen worden in de war geschopt met onduidelijke argumenten. Dat wordt overhoop gegooid zonder goede argumenten, goede reden bij toe te voegen. En ze laten je vierkant liggen. Ze zeggen van ja, op een of andere manier word je terug vergoed. Maar dat zal, God weet wanneer gebeuren. Ze geven geen goede redenen. Ze zeggen van alles moet je overboeken en wanneer je moet overboeken weet men niet. Als van 17 juli, maar dat is nog niet zeker. Dat is nog niet officieel bevestigd. Ja, in principe is het een chaos daar met de SLM en ja, het is echt een teleurstelling wat daar gebeurt nu. Deze passagiers vliegen al jaren met SLM, maar zijn diep teleurgesteld over de wijze waarop er nu met hen wordt gecommuniceerd.